Hij is nu binnen de familie gekomen en daar blijft hij ook. Tot in lengte van jaren. Henk Brink heeft hem nu eindelijk in zijn bezit: het politieautootje van het verkeerspark Assen. Zijn vader werkte jarenlang als politieman en toen hij met pensioen ging, werd hij de politieman van het verkeerspark. Brink is enorm blij met zijn nieuwe aankoop. In het verkeerspark reed hij altijd rond. En terwijl ik aan het trapfietsen was in zo'n karretje, werd je wel eens aangehouden door de politie: in dit karretje. En mijn vader heeft ook als oud politieman in dit karretje gereden. Dus dat heeft toch een stukje extra emotie gekregen. Het politieautootje was jarenlang beeldbepalend voor het verkeerspark in Assen. De meeste attributen van het park verhuizen naar het pretpark in Appelscha, Maar het politieautootje werd geveild. Wij waren aan het bieden en er was iemand en die bood elke keer over ons heen. En toen dachten we: dat kan toch niet waar zijn? En toen kwamen we uit op 951 euro. En toen waren we de hoofdstuk bieden. Het autootje verkeert in vervallen staat. Maar Brink is van plan de auto weer helemaal op te knappen. Ik zal u vertellen: hier moet je de sleutel in doen. Alleen de sleutel zit erin, maar die is afgebroken. Maar we hebben alweer iets bedacht. En dat is als we dit doen. Ziet u dat? Daar gaat hij het al doen. En als het goed is, doen de Ruitenwizards het al. En die deden het gisteren niet. En het lampje van de accu brandt al. Dus ja, nou doe ik hem weer uit. Dus wat dat betreft: er is alweer wat voortgang geboekt. Brink wil het autootje weer in het openbaar gaan vertonen, zo zou het wagentje weer mee moeten gaan rijden met de Sinterklaasintocht in Assen.